Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Oké, en hier op het Heerbeek College gaan we beginnen. En hier komen de tweede klassers. Team Rood, kom er maar bij! Ja, ja, ja! Team Rood, die kan het wel! Hey! We hebben er zin in! Team Blauw! Ja, en hier in Best gaat dat kan toch net weer even iets anders. Voor de duidelijkheid, de A van Amanda, de B van Sophie en daar is vak C van Kees met de K. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja! Hebben jullie zin in een wedstrijdje? Ja! Er zit ronde 1. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Welke band of artiest heeft zijn carrière te danken aan YouTube? Is dat antwoord A, Justin Bieber? Is dat antwoord B, One Direction? Of is dat misschien antwoord C, Be Brave? De tijd gaat nu in! Oké, heel vak C loopt weg. Heel vak B loopt weg. Iedereen is in het vak A gaan staan. Amanda wordt helemaal onder druk. Stop de tijd! Jij begon al te zingen, hè? Ja. Laat eens even horen, je beste Bieber. Baby, 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 oh. Baby, 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 oh. Met z'n allen dachten jullie... Ja, wie is er nou bekend geworden via YouTube? Dat is natuurlijk Justin Bieber. Het goede antwoord moest zijn... Antwoord A, Justin Bieber. Ja, dat was een beetje een vraagje om in te komen. Nu door naar de moeilijkere categorie. Vraag 2. Hoeveel gebruikers heeft WhatsApp wereldwijd? Antwoord A, 500 miljoen, dus dat is een half miljard. Ongeveer 1 miljard, antwoord B. Of ongeveer 2 miljard, antwoord C. De tijd gaat in. Nu verandert er toch iets? Amanda, ze trekken opeens allemaal bij je weg. Stop de tijd. Een groot deel van het groene team dacht, wij zijn buddies, wij blijven gewoon lekker met z'n allen. Antwoord A, waarom? Nou, 1 miljard is wel erg veel. 1 miljard is best wel veel, hè? Dus wij dachten 500 miljoen, dat klinkt nog redelijk. Ja, ja. Ik weet nog niet of het goed is. Ik ook niet. Dat gaan we zo horen. En als je appt, waar gaat het dan over? Over school. Over school? Ja, alles voor de klas regelen. Oké, ben jij het klassenvertegenwoordiger? Nou, nee, dat is iemand anders, maar die doet nooit iets. Oh, die doet nooit iets? Nee. Dus jij dacht, ik neem het stokje even van hem over? Ja, ik neem het over, dacht ik. Slim. Hoe heet je? Chris. Chris. Hoe komt het dat jij zo goed die klas in het gareel kunt houden? Harde stem hebben. Nou, dit was een lastige vraag, hè? Hoeveel gebruikers heeft WhatsApp wereldwijd? Jongens, het goede antwoord moest zijn... Antwoord B! Sorry jongens, jullie mogen aan de kant gaan zitten. Jullie zijn af. Opzang! Heb je er een beetje vertrouwen in? Ja, in mijn klas wel. In jouw klas wel? Ja. Hoe komt het? Ja, wij zijn een hele sterke klas. Beste MAVO-klas. De beste MAVO-klas. Nou, dan pretendeer je nogal wat. We hebben nog 1 vraag, hè? Oh, ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, jongens, je kunt het jezelf eigenlijk bijna niet voorstellen, hè? Want je zit de hele dag toch op je telefoon en op internet. En dan ga je naar Facebook of Twitter of YouTube. Maar er zijn zelfs landen die af en toe zeggen, nee, mag even niet meer. Je mag er even niet meer op. En dan blokkeren ze dus die website. Kan je niet voorstellen, toch? Stom, hè? Ja. Maar er is zelfs 1 land waarbij het nooit heeft gemogen. Welk land ben ik naar op zoek? Is dat antwoord A, China? Is dat antwoord B, Iran? Of is dat antwoord C, Turkije? De tijd gaat nu in. Nee, ik kom het. Ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. Jullie blijven staan, meiden? Ja. Ja, je bent hier goed? Stop de tijd. Oké, er gebeurt iets interessants. Amanda,
Het hele blauwe team is hier al weg. Ja, alleen nog rood en groen. Alleen nog rood en groen. Dat betekent, als het dus antwoord A is, dan staan er hier dus 1, 2, 3, 4 van het rode team. En 3 van team groen. Dus dan hebben jullie sowieso al gewonnen, dames. Ik ga door naar de volgende ronde. Met team rood, het is antwoord A! Voor het allerbeste Frans, reporter sans frontières. Oftewel, verslaggevers zonder grenzen. Een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de persvrijheid. Wat ze onder andere doen is een lijst bijhouden van vijanden van het internet. En met die vijanden bedoelen ze dan landen die het internet censureren. En zo bepalen zij wat de bevolking wel of niet te zien krijgt. En het zal je niet verbazen dat landen als Iran, Syrië en inderdaad China op deze lijst staan. Maar sinds 2014 komen er ook landen op deze lijst die doen aan internetsurveillance. Neem nou bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Zij houden massaal het internetverkeer bij. Vanwege hun strijd tegen terrorisme. Maar ondertussen schenden ze wel de privacy van de bevolking. En daarom staan zij, net als Engeland, op de lijst van vijanden van het internet. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Ja, en ik zit hier met de beste MAVO-klas van heel best, 2ND. Klopt, hè? Ja. Ja. Nou ja, jullie weten wat de bedoeling is, hè? De vraag staat op Instagram. Ik hoef dus eigenlijk niks meer te doen. En de tijd gaat nu in. Rennen! Ja, je mag rennen! Ja, en de vraag is, in welk Nederlands museum zijn er sinds juni 2016 alle kunstwerken in hoge resolutie te zien door Google Cultural Institute. We zijn aangekomen, bijna de hele klas staat al binnen. En ze zijn met z'n allen achter de computers gedoken. Hoe gaat het hier, dames? Ik kan wel leren. Je hebt hem, denk je? Nou, dan ga ik eens even kijken. Op Instagram. Ja, stop. Wie is Flowbro1? Achter. Ben jij dat? Welk antwoord gaf jij? Rijksmuseum. En dat is helemaal goed. Flowbro, ik heb een speciaal cadeau voor jou. Dat is namelijk deze selfie stick. Ja, en dat is natuurlijk vet, hè. Ik ben er laatst geweest. En al die 200.000 werken kun je dus nu ook thuis, live, gewoon, close-up, in hoge resolutie, zien. Door naar de volgende ronde. We verdelen de klas in 2 teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, wist jij dat er in boeken te vinden is? Nee. Ik heb dit nog nooit gezien. Ja, je ziet het. We zitten hier in de mediatheek in Best op het Heerbeek College. Laat je horen! Yeah. Ja! En we gaan spelen de derde ronde. Yeah. Dan gaan we eens even kijken of jullie een beetje mediawijsheid hebben. Hey Sam. Hi. Hey, luister. Big Brother is watching you. Wist je dat? Nee. Nee? Nee? Geen idee wat dat betekent? Geen idee. Nee? Heb je het gevoel dat je nog een beetje privacy hebt op internet eigenlijk? Nee, alles kun je wat aan vinden via Google. Ik denk als je mijn naam intypt, dat je ook gewoon heel veel foto's krijgt. Ja, en wist jij dat er ook bedrijven zijn, bijvoorbeeld Facebook, maar ook Google, die eigenlijk een soort van over jouw schouder meekijken naar wat jij op de computer doet? Ja, want daar heb je toestemming voor gegeven, zo akkoord. Weet jij hoe dat heet? Wat je dan accepteert? Cookies. Cookies! Ja, niet om te eten, maar eigenlijk een soort van kleine bestandjes die bedrijven dan opslaan op jouw harde schijf. En als je op accepteren drukt, dan staan ze erop. En dan krijgen ze dus informatie over jou. Nou, vroeger kon je gewoon op internet gaan en dan kwamen die cookies automatisch, daar kon je niks mee doen. Maar tegenwoordig moet je dus bijna bij elke website aanvinken of je ze wel of niet accepteert. De vraag is, welke wet heeft bepaald dat we tegenwoordig mogen kiezen welke cookies we wel en niet accepteren? En dat is dus niet de cookiewet. De tijd gaat nu in. Nou, je zit wel op een goede website, cookierecht.nl. Ja. Dat is misschien wel de juiste accepteren, site. Accepteren. Maar je moet eerst nog even de cookies accepteren voordat je erop gaat. Ja. Ja, dat is handig, ja. Hoe gaat het hier, jongens? De nieuwe cookiewet zit wel goed. Justitia.nl? Ja. Ja, Op, ja. Ja, oké, stop.
Hè? Jij zegt, ik heb het antwoord. Ja. En de naam van die wet, dan wil ik hem nu van je horen. Telecommunicatiewet. De telecommunicatiewet is het goede antwoord. Ja! Dankjewel, jullie. Wow. Ze is er zelf verbaasd van. Hoezo heb jij het antwoord? Ja, dan zag ik net staan op twee sites en toen dacht ik, misschien is het dan wel. Yeah. Dat is slim. Vaker op je gevoel afgaan. Punt voor jullie erbij, jongens. Gefeliciteerd. Yeah. Ja, en wat je ook wel vaak hoort is wet bescherming persoonsgegevens. Hè? Want ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Veilig op internet en niet dat ze over je schouder meekijken. Cookies kunnen ontzettend handig zijn, zodat je bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. Maar ze worden ook gebruikt om een persoonsprofiel te maken voor adverteerders. Je kent het wel, dan ben jij even aan het googelen naar die nieuwe sneakers en vervolgens blijf je heel de week advertenties zien van, jawel, die sneakers. Wat kun je er tegen doen? Nou, je kan ervoor kiezen om de cookies totaal uit te schakelen, maar dan loop je het risico dat de site of deels niet werkt of heel sloom is. Of je kan regelmatig je cookies verwijderen. Hoe je dat moet doen? Dat moet je zelf even googelen. Maar dat je het moet doen, dat zou wel verstandig zijn. Speel jij wel eens de game Civilization? Nee. Heb jij er wel eens van gehoord? Nee. Totaal geen idee? Nee. Nee. Is er iemand die van het spel Civilization heeft gehoord? Nee. Helemaal niemand. Nou, dan ga ik jullie uitleggen wat het spel betekent. Civilization is een spel waarbij je een zelfgekozen volk, die leidt je vanaf de prehistorie helemaal naar de toekomst. En daar leer je een heleboel van. Je leert er zelfs zoveel van dat er Amerikaanse scholen zijn geweest. Die hebben gezegd, dat spel gaan we implementeren op school. Want ja, daar leren onze studenten veel van. De vraag is, wat hopen die ontwikkelaars van dat spel dat de studenten gaan leren van de game? En er zijn dus al een aantal versies geweest, maar het gaat dus om de nieuwe versie, Civilization 5. Ik wil twee dingen horen en de tijd gaat nu in. Allereerst moet je natuurlijk weten hoe je dat woord nou schrijft. Hè? Het is best wel een lastig woord in het Engels. Jullie zitten al op nu.nl. Dat is natuurlijk een Nederlandse site. Daar kun je wel makkelijk informatie zoeken. Ze zijn het helemaal aan het doorspitten. Oké. Ja, jullie weten het? Ik wil van jou twee dingen horen. Je kan kritisch leren denken. Uh-huh. En politiek en sociaal-economische ontwikkelingen. Oké. Okay. Helemaal fout. Helemaal goed. Punt voor jullie erbij. Ja. Hoe zit dat met jou? Wat keek je vroeger allemaal op televisie? Eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks? Ik was niet zo'n tv-kijker. Nee, wat deed je dan? Spelen. Spelen? Speelgoed. Ja? Ja. Met de blokken of met de Lego? Blokken, Lego. Ja? Bij mijn opa. Ja, dus je bent eigenlijk nog wel redelijk zonder televisie opgevoed. Hoe is het bij jullie, dames? Ja, Teletubbies. Teletubbies? Ja. Hoe oud was je toen? 2 of 3, denk ik. Echt waar? Ja. En deze dan ook altijd na? Nee, Danny. Danny. Wie was je favoriet? Die rooie. Ja. Die rooie, weet je hoe die heet? Po. Po, ja, Po, Po. En dan kreeg je altijd van de video's in hun buik en zo, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Nou, de grap is, jullie denken misschien dat jullie tegenwoordig veel YouTube-filmpjes kijken. Maar wist je dat die peuters en die kleuters ook een heleboel YouTube-filmpjes kijken? Het is zelfs zo dat er in de Nederlandse top 10 van best bekeken video's op YouTube maar liefst 4 kindervideo's staan voor die allerkleinste doelgroep. Wist je dat? Nee. De vraag is, welke kindervideo staat het hoogst genoteerd in die Nederlandse YouTube-lijst, die top 10 van best bekeken video's? Welke kindervideo is dat? De tijd gaat nu in. Nee. En jongens, ik wil niet alleen weten wat het is, maar ik wil ook even het videootje zien natuurlijk, hè? Dat is die. Oké, maar. Je wilde eerst kinderen, hè? Het gaat om kindervideo's. Oh. Shit, kindervideo's. Dit zijn geen kindervideo's. Meen. Ja, maar die hadden we net ook. Die waren nee, zijn nee. Al. Nee. Oh. Maar is dit ook klein? Ja, ga hem naar, Helemaal omlaag. Helemaal omlaag. Kijk of de. Nee. Ja, dit kan. Doe dan. Mijn opa is klaar. Ja? Oké, stop. Jullie hebben een video gevonden. Ja. Is het een kindervideo? Ja. Ook nog eens een keer. Oké, zet maar aan. En welke is het? Peppa Pig. Peppa Pig, met kleine roze varkentje? Peppa heeft een kleine poel gevonden.
Dat is het goede antwoord. Jullie hebben gewonnen. Yeah. Ja, jezelf. Heel goed. Ja, en deze media battle is door jullie gewonnen. En net zoals dat roze varkentje, krijg je van mij een roze Bluetooth box. Alsjeblieft. Heerbeek College in Best, laat je horen. Yeah. Leuk dat je hebt gekeken. En graag tot de volgende keer. Houdoe. Doei.